Hallo allemaal en een hele fuck mijn aarzel allemaal. Ik ben mijn boodschappen aan het uitpakken. Rode kreep, dat ruik je direct. En dat moet ik lekker weten. Maar iets wat ik altijd doe, wanneer ik mijn boodschapjes aan het uitpakken ben. Nadenken. Ik denk na over het leven. En dat is iets, lieve mensen, wat veel meer mensen zouden moeten doen. Maar goed, dat is een utopie. En een heel ander verhaal. Maar goed, ik was dus aan het nadenken en toen dacht ik bij mezelf, Finn, wat is iets wat jij nog een keer zou willen hebben? Accomplished. Huh? In dit leven. Huh? Wat staat er nog op jouw bucketlist, Finn? Nou ja, en voor mij is dat antwoord zo helder en duidelijk als een sneeuwvlokkristal in de hoerenregen. Want dat, lieve mensen, is een lang gekoesterde droom van deze jongen. En dat is... Hallo, Grapefruit. Cliffhanger. Viral gaan. Ik zou nog zo graag een keer in dit leven lekker viral willen gaan. Viral! Het maakt me niet uit hoe, waarom of waarmee. Maar als maar iedereen die in Nederland op internet surft, een keer die mislukte kop van mij heeft gezien. En zichzelf dan afvraagt, wat is dat voor mijn goal? Dat lijkt me zo geweldig. Of dat wanneer ik volgende week op een of andere kutverjaardag taart zit te happen. En iemand aan me vraagt, Finn, wat heb jij deze week gedaan? Dat ik dan kan zeggen, nou, ik ben lekker viraal gegaan. En jij? En dat die ander zegt, van, oh. Nou, dat heb ik echt totaal niet meegekregen. Of dat wanneer ik op mijn sterfbed lig, te overpeinzen van al het goed en kwaad wat ik heb gedaan, toch nog bij mezelf kon denken van, nou Finn, dat heb je toch nog mooi weten te bereiken. Viral, viraal, viral! Dat lijkt me zo mooi. En daartoe zet ik onder elk videootje die ik maak, de hashtag viral, in de hoop dat dat nog een keer gaat lukken. Nou, hele fijne viral allemaal. Hallo.